Ja, laten we het dan gauw nog weer over wat leukers gaan hebben. Namelijk een leuke spelshow. Misschien wel de leukste van Nederland. Die begint weer. Ja, wie oh wie is de slimste mens? Vanavond gaan we het weer horen van Philip Freeks. In ieder geval deze zin. Want wie het wordt, dat is natuurlijk nog niet bekend. Het nieuwe seizoen begint vanavond. En er doen weer allerlei leuke mensen aan mee. Ik hoor dan natuurlijk op te roepen van iedereen moet kijken. Dat moet voor mij helemaal niet. U mag kijken als u er zin in heeft. En als u er geen zin in heeft, dan kijkt u niet. Dat vind ik ook best. Het leek mij een heel aardig seizoen. Ik kan er verder natuurlijk niets over zeggen wie het gaat winnen. Of dat er überhaupt wel een winnaar zal zijn. Of dat de studio instort. Dat kan ik allemaal niet onthullen. Marieke Smits was een hele kwieke kandidaat. Je hebt afschuwelijke kandidaten, dat komt voor, maar heel erg weinig. En mensen vragen altijd wie dat dan zijn, dat ben ik al lang weer vergeten natuurlijk. Maar zij hoort zeker tot de categorie bijzonder aardige kandidaten. Oh. Nou, dat kan je dan bijzonder aardig in je zak steken van Maarten van Rossum. Ja. Hoe was het? Nou, ik krijg meteen stress als ik dit zie. Ik krijg echt, want het is zeg maar zo lang geleden. Dus je denkt, oh, weet je wel, dat zien we dan wel weer in december. Nu is het zover. En dan denk ik, oh, wat heb ik allemaal weer voor domme dingen gezegd. Oh dus... ja, nou, ik ben heel benieuwd wat voor domme dingen je hebt gezegd. Ik heb er zin in. Ja, ik ben er echt helemaal... Ja. Jij hebt ook meegedaan. Ja, hoe was het? Ik lag er meteen uit. Oh. Tot grote vreugde van mijn kinderen. Wij hebben de domste moeder van Nederland, hebben ze een week lang gezongen. Oh. Ja, maar het is ook wel eens goed voor de kinderen dat ze zo de Polonaise liepen. Dus het was voor... Thuis was het erg leuk dat ik er meteen uitlag. Het is weer echt ontzettend. Het is vandaag de hele dag behoorlijk bewolkt, maar het blijft in ieder geval op de meeste.